Ik hoop dat het overkomt dat we er heel erg van overtuigd zijn dat het cruciaal is voor Oostpol om de plek in de maatschappij goed in te nemen, maar voor de sector in zijn algemeenheid. We kunnen niet langer accepteren dat we niet onze maatschappij representeren in deze sector. Dat is het mooie van Oostpol op dit moment, dat we een heel bevlogen jong artistiek team hebben die ook echt radicaal een afslag willen maken van lang genoeg gepraat over inclusiviteit. We moeten het gewoon doen. En dus moet je ook de mensen die je wil bereiken opzoeken op de plek waar ze zijn. En in de formules en in de aanpak die aansluit op hun belevingswereld. Het klinkt allemaal heel sociaal bewogen, dat is het ook. Uiteindelijk willen we ook gewoon heel graag zorgen dat ons werk ervoor zorgt dat we een groter bereik krijgen ten opzichte van ander alternatief aanbod. Dus Netflix, televisie, film. We kunnen ons beter focussen wat mij betreft op een aanpassing van ons aanbod wat goed de concurrentie aan kan gaan met die andere alternatieven, omdat we heel erg bezig zijn met hoe moeten we binnen onze sector elkaar concurreren. Het mag niet van je ouders afhangen of je wel of niet met kunst in aanraking komt. Ik vind dat wij daar echt de verantwoordelijkheid in moeten nemen. Ook omdat we anders langzamerhand deze discipline in de waagschaal stellen. Als we niet blijven bouwen van jongs af aan integreren van deze kunstvorm in het dagelijks leven. Dus als wij langdurig theater, toneel een plek willen geven in Nederland, dan hebben wij ook met elkaar de verantwoordelijkheid en kunnen we er niet omheen dat we anders moeten denken.